heel toevallig eigenlijk, door te kijken op de website van Stad Aalst. Daar gezien dat er een job vrij was. Ja, voor mij heel dicht bij huis, dus zeer interessant. Ik werkte eigenlijk oorspronkelijk boven in Bardot, maar dat horeca was niet helemaal mijn ding. Daardoor zijn we eigenlijk op de conclusie gekomen dat het misschien beter is dat ik hier kwam werken. Dat is een moeilijke. Ik ga voor de chickenburger gaan. De lasagne is heel goed, maar is dat een snack? Want zien we dat als snack? De crocs zijn heel lekker. Tijdens mijn redderscursus hier heb ik dat elke dag gegeten. Die een hamburger met die onion rings op. Koffie. Zeg dan toch maar koffie. Eerder een chocomelk. Ik ben wel nog een ochtendmens, dus ik heb daar niet zoveel last van. Liever een kop koffie. De duik is meestal na mijn werk. Te weinig eigenlijk, maar kijk, het is een nieuw jaar, dus het zit bij de goede voornemens. Ik zwem ondertussen al van mijn 10 jaar. Ik heb eerst zwemschool gedaan bij Neptunus en nadien ben ik waterpolo beginnen doen. Tot vorig jaar. Doe dan toch maar waterpolo. Waterpolo, sowieso. Waterpolo lijkt voor de hand liggende reden, maar ik zou waterballet kiezen om het gewoon eens te proberen. Moeilijk, want ik kende het alle twee niet, maar ik zou nu zeggen waterpolo.